is een timelapse en Q&A vlog. Ik had op Instagram, instagram.com/Jelmerdeboer, een Ask Me Anything gedaan. Marcel Drent vraagt, vlog over voeding? Vraagteken, smiley face. Ja, is goed man. Ik weet alleen niet wat voor soort onderwerpen je dan wil horen. Maar ik wil wel een keer hebben over voeding. Jork vraagt, waar had je de zaadjes van de klotenplant vandaan? Nu lijkt dat een hele rare vraag, maar dat is het niet. Hij bedoelt, denk ik, de klootzakkenboom. Die heb ik gekocht in Dordrecht bij Vreken. Klootzakkenboom. De plant is trouwens beter bekend onder de naam pimpernoot. Staphylea pinnata. Adriaan laagstreepje VW vraagt, heb je een plan met je vlogs? Nou ja, niet echt. Ik heb wel een lijst gemaakt met 100 redenen waarom ik dagelijks wil gaan vloggen. Die zal ik ook wel online een keer publiceren. Ik denk op mijn blog. Alleen het is eventjes, ik heb het opgeschreven en het is even wat werk om dat uit te typen. En ook nog per reden een uitleg eronder te schrijven. Het voornaamste is dat ik tijd had om het te doen. Omdat ik veel op mijn telefoon zat. In nieuws en social media te checken. En dat ik vind en heb ervaren dat actie voor motivatie gaat. Dus wanneer ik iets ga doen, dan komt de motivatie vanzelf. Dus als ik mezelf ertoe zet om iets te maken, iets te creëren, iets op te lossen, dan krijg ik vanzelf zin om het tot een goed eindresultaat te laten komen. Ja, en er zijn dus nog 98 andere redenen. Bijvoorbeeld om te testen hoe verschillende video's het doen. Of ik verhalen die ik normaal op mijn blog vertel kan uitleggen op video. Hoe mensen reageren als ik met een knijt de grote hoed op een verhaal vertel. Nou, gewoon dat soort dingen. Jelle Bas vraagt, wie heb je nog meer op je podcast gastenlijst? Dat ga ik niet vertellen, want jullie moeten gewoon abonneren en dan zie je het vanzelf wel. Maar wat ik wel wil weten is welke gasten jullie graag zouden willen zien of eigenlijk horen. En niet alleen omdat ik daar benieuwd naar ben, maar ook omdat het helpt bij het uitnodigen van een gast. Dus als ik kan laten zien van, vijf mensen of vier of drie of één, die heeft jou gevraagd of heeft in ieder geval jouw naam gesuggereerd om in de podcast te verschijnen, dan helpt dat altijd bij het uitnodigen van die gast. Omdat het ego dan een beetje gestreeld is. En omdat ik me dan kan verschuilen achter de vraag van iemand anders. Dus als ik word afgewezen, word ik niet afgewezen, maar degene die het vroeg. Kostiaan de Wit vraagt, waarom ben jij een fan van Anthony Bourdain? Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Nou, misschien drie. Nee, vier. Een oppervlakkige reden is dat deze gast altijd wel echt een goed outfitje heeft. Gewoon een soort van nette, harde baas die ook wel een beetje relaxte kleren draagt. Dat is wel, ik vind dat wel hard. Twee is dat hij een hele mooie stem heeft en goed verhalen kan vertellen. Drie is dat hij in ieder geval in zijn programma's altijd zeer open staat voor andere culturen en gedachten en mensen van allerlei rangen en standen. Ja, dat is gewoon master. En vier is dat hij pas na zijn 40ste voor het eerst in het buitenland was. En dat geeft voor mij altijd een mooie motivatie om dingen te doen. Dat het beste moment om iets te doen is altijd nu. En dat is niet alleen met aandelen kopen. Dat is ook gewoon met alles. Je kunt het beste gewoon nu beginnen. Dat vind ik master. En ja, Anthony Bourdain, may he rest in peace. Doreen vraagt, wanneer plantenkas, nou ik heb al een plantenkas, op mijn balkon staan. Maar het is wel een latente en sinds januari van dit jaar een iets meer op de voorgrond zijnde droom om ooit, als ik later groot ben, in een hele grote kas te wonen. Een kas in de vorm van een doom. Jean-Paul Risson vraagt, Bayern of Paris? Kijk, vroeger toen ik voetbalmanager speelde, of eigenlijk championship manager, wist ik alles van voetbal. Iedere speler van iedere club in Europa, denk ik, en positie en historie wist ik denk ik wel op te noemen. Nou, op een gegeven moment word je gewoon volwassen en dan boeit het allemaal niet zo heel veel meer. Ik bedoel, ik moet ook altijd lachen als ik... Ik denk heel vaak, als ik dat nieuwe Ajax shirt en denk ik, wow, master, dat is wel echt een vet shirt. En dan zie ik er een volwassen dude in. Ja, is toch altijd wel een beetje zielig of zo. Nee, moet zij weten.
Of ze er heel zielig bij willen lopen. Maar ja, boeit mij niet zo heel veel. Bayern of Paris. Remco Kroes vraagt, waarom elke dag vlog? Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel als lomp. Gewoon. Marco Wassink vraagt, welke airlines zou je nooit boeken? Nou, een van de voornaamste is Ryanair. Daar vlieg ik nooit mee. Daar wil ik ook niet mee vliegen. Dat komt omdat ze regelmatig ja, best wel negatief in het nieuws komen. Vooral die CEO, David O'Leary, zegt nogal gekke dingen. En dat die gekke dingen zijn vooral in de richting van hoe de luchtvaartindustrie, welke kant het op gaat op het gebied van service. En wat ik daarmee bedoel is dat vooral Ryanair en ook andere low-cost carriers heel erg het product vliegticket uitkleden en mensen vooral heel veel stress bezorgen. Want als je iets niet goed hebt geregeld, dan moet je extreem bijbetalen. Dus dat soort bedrijven drijven op de onzekerheid van mensen. Ja, dat vind ik gewoon totaal de verkeerde kant op. Dat vind ik gewoon onmenselijk en niet waardevol. Vandaar dat ik liever niet met Ryanair vlieg. Ik vlieg ook niet graag met KLM. Ik vind KLM een nogal arrogante maatschappij. Zowel in hun communicatie als in ja, afzonderlijke medewerkers. Ik heb heel vaak, als ik er kritisch op ben, DM's van cabinepersoneel die altijd even moeten vertellen hoe goed ze wel niet zijn. Ja, dat werkt dus averechts. Dat is precies wat ik bedoel. Heel vaak als er iemand aan het woord is of een interview wordt gegeven door iemand van KLM, dan moeten ze altijd even zeggen hoe servicegericht ze zijn en hoe geweldig ze zijn. Wat mij betreft is dat het toppunt van arrogantie. Dus vooral praten over hoe tof je bent en het nauwelijks waarmaken. Aan boord heb ik niet vaak een fijne ervaring in tegenstelling tot heel veel andere airlines. Ja, dit is heel erg persoonlijk. Ik heb wel heel veel vergelijkingsmateriaal, maar ja, dit is wat ik vind. Ik denk dat er heel veel mensen heel erg blij zijn met KLM. Maar de vraag was, welke airline zou jij nooit boeken? Thomas Kos. Hoe ga je je audio verbeteren van je vlogs? Thomas die stuurde mij al een bericht dat ik een daspeld microfoon moest kopen. Of überhaupt een andere microfoon. Dat vind ik wel een goed idee. Maar het voornaamste wat ik wil doen is mijn dagelijkse vlog volhouden voordat ik allemaal zooi ga kopen. Want als ik eenmaal het troep ga kopen om de video en audio te verbeteren na een paar weken, dan is het hek van de dam. Luc Vo vraagt, welke auto rij je? Ja, in de vlog heb ik in twee verschillende auto's gereden. Vraag me niet welk type, ik heb geen verstand van auto's. Ik heb de Volvo van mijn buurman geleend en een Mercedes van een vriend. Ja, type weet ik niet. Dus die. De Volvo is blauw en de Mercedes is grijs. Leanne Klauwe vraagt, tip tegen slapeloosheid. Ja, ik heb geen verstand van slaap. Maar mijn allereerste podcast met mooie baas Paul Bosma ging over slaap. Hij heeft er wel verstand van. En sinds die podcast heb ik wel van slaap mijn prioriteit gemaakt. Ik vind slaap het belangrijkste in mijn dag, mijn 24 uur. Volgens mij zijn er twee dingen belangrijk bij slaap. Dat je voldoende slaapt en dat is denk ik ongeveer 8 uur. Tenminste 8 uur. En dat het altijd hetzelfde slaappatroon is. The Real, _ Jim vraagt, wat is jouw definitie van een kast? Nou ja, dat zeg ik natuurlijk expres. Binnenkort kast en kast worden. Omdat dat is eigenlijk, ik vind dat het een hele grappige motivatie van zo'n beetje iedereen in de gym. Dat het eigenlijk nooit goed is. Het is nooit goed genoeg. Daarom ben je ook binnenkort kast en ben je eigenlijk nooit echt kast. Ja, wat is kast? Dat is wanneer je een atletisch lichaam hebt waar je iets mee kunt. Dus dat je iemand kan helpen verhuizen, zeg maar. Django, _4321, vraagt, welke podcasts luister je in je vrije tijd? Er zijn er maar een paar. Podcasts over media luister ik vrij regelmatig. Neutrale Kijkers luisterde ik ook, maar die is al een tijdje gestopt. Ik denk dat er wel een nieuw seizoen komt, maar ik weet niet wanneer. Philosophize This is een filosofie podcast. Dat is denk ik mijn favoriete. En verder luister ik denk ik geen andere podcasts. Nee, al die true crime dingen en zo, dat vind ik allemaal saai.
Marleen Frenken vraagt: heb je gedemonstreerd in Den Haag met je elektrisch skateboard? Knipoog. Ik weet niet wat deze vraag betekent. Ik heb in ieder geval niet gedemonstreerd met mijn elektrisch skateboard. Bart vraagt: al geboekt? Nee Bart, ik ga morgen boeken. En dan zien we elkaar snel.